Goedemorgen, jongens. Nou, we zijn vandaag bij Fitshop. We gaan vandaag de vloer slopen. En daarna gaan we de vloer weer leggen met de pijtegels. Dit is de laatste fase. De bovenkant die hebben we al gesloten en gelegd. Dat gaan we zo meteen nog even laten zien. En we nemen weer mee mee vandaag. Ja, je kan inderdaad ook een karretje pakken om je troep mee af te voeren. Maar ik loop hem even liever naar de container. Dan heb ik gelijk wat extra stappen gezet. Ik noem maar even een voorbeeldje. Je kan je auto ook gewoon wat verder weg parkeren. Weet je wel, bij de supermarkt als je weer vreten gaat halen. Zet je gewoon even 500 meter verder neer. En dan heb je weer even een stukje om te lopen. Doe je voordeel wel. We brengen dus nu even een anti-slip aan voor de tapijtegeltjes. Anti-slip is dus geen lijm, maar anti-slip zorgt ervoor dat de tegel niet schuift. Hiermee kan je dus gewoon een tegel vervangen als het nodig is. Dan zit hij niet helemaal vastgelijmd, maar dan zit hij dus in de anti-slip. En dan laat je hem zo uit en dan zet je er weer een nieuwe in. Het ziet er wel lekker uit. Hij ziet er mooi uit. Eiwitreppie. Ja, hij ziet er goed uit. Even voor die eiwitten. Want weer vandaag eten hebben we nog niet gegeten. Ik kan proeven. Lekker? Goed. Ja. Ja. Ze zien in je kop. Nee. Nou, even naar boven. En zoals je hier kan zien hebben we de vloer al gelegd. De apparaatjes zijn alweer mooi terug geplaatst. Het ziet er strak uit. Nog steeds. Ja. Het is nog een leuk verhaal hoe we hier terecht zijn gekomen. 2 jaar geleden kocht ik mijn eerste fitnessapparaten. Kocht ik hier ook bij de Fitshop. En 2 jaar later mogen we hier ook de vloeren gaan leggen. En dit is een van de apparaten die we zelf ook in mijn eigen gym hebben. We zijn er nog steeds heel erg blij mee. En losse dummeltjes daar ook. We hebben nog wat apparaten. En dat, die zullen we ook laten zien in onze volgende video. Dan laten we ook even zien hoe mijn eigen gym eruit ziet.